We laten in dit filmpje zien hoe een vouw opgetuigd en aangemeerd moet worden. We beginnen met vaar klaarmaken. Bij de eerste stap halen we de huik eraf en leggen we dit opgevouwen in het vooronder. En nu slaan we de vallen aan. Als eerste maken we de piekenval los. Deze maken we vast aan de gaffel. Het andere uiteinde van de piekenval gaat vast aan de nagelbank. Nu kan de kraanlijn aan de giek bevestigd worden. Let op, de gaffel gaat tussen de kraanlijnen. Hijs de giek en de gaffel een stukje om de mik te kunnen verwijderen. De kraanlijn zit om de gaffel op de giek. De piekenval op de gaffel. En de klauwval blijft op zijn plek. Eerst worden de piekenval, de klauwval en het celbandje losgemaakt. Trek eerst aan de piekenval en daarna aan de piekenval en de klauwval. Zet eerst de piekenval vast en daarna de klauwval. Zorg dat de klauwval goed strak staat. Vier de kraanlijn, zodat deze niet meer strak staat. Afvaren. Duw bij het afvaren van de boot de neus hard van de kant en stap rustig op. Aankomen aan hoger wal. Kom aan de wind aan en regel de snelheid door het grootzeil te vieren. Loop zo laat mogelijk met een landvast naar het voordek en stap op de wal. Aankomen aan lager wal. Vaar met de boot aan de wind en rol de fok in. Trek de kraanlijn aan.
Net zoals bij de hoger wal verminder je snelheid door het grootzeil te vieren. Strijk het grootzeil op de voor de windse lijn. Stuur de boot naar de plaats van bestemming zodra je hiermee klaar bent. Leg de landvaste alvast klaar en hang de stootwielen buiten boord. Zet het roer een paar meter voor de kant dwars om de boot parallel aan de steiger te krijgen. Stap allebei rustig op. Als u verder nog vragen heeft naar aanleiding van dit instructiefilmpje, helpen wij u graag verder in het havenkantoor.